Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Carré Mode. Mijn naam is Jernand Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 82 hier in China. Ronde nummer 2 van seizoen 6 gaat dus beginnen. In de vorige wedstrijd verloren wij de overwinning door een domme tijdstraf. Dat was niet slim van ons. Button werd 8e. Hopelijk kan hij dat wat gaan verbeteren deze wedstrijd. Er komen een aantal updates aan die ervoor moeten zorgen dat de auto nog wat beter wordt bij de faciliteiten namelijk. Want we hebben geld zat, hadden geld zat, nu trouwens niet meer. Goed verhaal. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Carré Mode content. En schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele race van me mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Hopen dat wij deze race wel weer kunnen gaan winnen. Staan nog steeds er extreem goed voor. Dus dat is goed om te zien. Ja, en kunnen niks meer upgraden, want we hebben het geld er niet voor. Er komen 2 pakketjes van de powertrain aan. Dus dat is goed om te zien. En ik heb eigenlijk helemaal niks meer te vertellen. Dus laat lekker doorgaan naar de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en dan hebben we helaas een fout. Geen probleem, want we kunnen die tijd gewoon doorskippen. En dat doen we ook. En dan gaan we gewoon beginnen voor ons hopelijk eerste en laatste run in Q1. Waarom? Ik wil eens dat je banden gaan uitsparen. Dus ja, dan krijg je dat. Laatste bocht nemen wij niet zo lekker. Kwamen daar iets te wijd. Heeft ons wat exit snelheid gekost. Einde van hopelijk mijn eerste en laatste run in Q1. Moeite met insturen door de topsnelheid van de Renault motor. Sorry, van de Honda motor. Excuses, van de Honda motor. En dan laten wij een 1.32.648 noteren. Snelste tijd in Q1, jazeker. En dan zijn we door naar Q2. En hopelijk dat wij ook met deze ronde verder kunnen komen naar Q3. Ben benieuwd wat Jensen Button kan gaan doen. In de vorige kwalificatie werd hij 5e volgens mij. Dus hij zit er uitstekend bij. Hopelijk kan hij zichzelf vandaag verrassen. Met bijvoorbeeld een 2e plek of misschien zelfs een pole position. Wie weet. Noteren paars in sector 1. Jazeker, goed gedaan. Einde van hopelijk mijn eerste en laatste run in Q2. En dan laten wij een 1.32.511 noteren. Jazeker, goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel met Jensen Button. Gewoon door naar Q3. Gaan wat afstand houden van de Brit. Om ervoor te zorgen dat wij niet in de vuile lucht rijden. DRS dus geopend. En kijken dat we hem kunnen gaan neerzetten. Het is niet zo druk op de baan, maar logisch, want er rijden maar 10 auto's op het circuit in plaats van 22. Of 20, kan ook. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van hopelijk mijn laatste run in Q3. Kijken of dit de pole position waard is. En zo ja, dan spoelen we de tijd gewoon eventjes mooi door. En dan gaan we zo meteen naar de uitslag toe van Q3. Button laat een 1.33.515 noteren en wij laten een 1.32.548 noteren. Voorlopig pole. Uitstekende ronde in Q3, maar Button is 0.3 harder gegaan. Jensen Button pakt zijn allereerste pole position voor ons. Goed gedaan. Wij staan op P2. Liam Lawson op P3. Norris 4. Gasly 5. Ocon 6. Charles Leclerc 7. Jury Vips 8. Alonso 9 en Drugovic op P10. Dan is het op naar de race voor aflevering nummer 82. Daar gaan we dan. The Chinese Grand Prix then is upon us once again. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula 1 victory in 2006, as well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt plenty more drama to come here in Shanghai. We start a lap here at Shanghai with the long, difficult right-handers of turns 1 and 2.
the first of 16 corners that make up this 3.3 mile circuit. The incredibly long back straight provides the best passing opportunity of the lap, with speeds in excess of 200 miles per hour before we head into the braking zone for turn 14. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Jenson Button lines up on pole position, and the Professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Liam Lawson, Gasly, Esteban Ocon, and Leclerc. Yuri Vips, Fernando Alonso, Drugovich, and George Russell. Tsunoda, Latifi, Teo Pourchaire, and Norris. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Oscar Piastri, Magnussen, Richard Vachon, and Mick Schumacher. Tictum, Schwartzman, Stroll, and Guan Yu Zhou. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. A warm welcome to Anthony Davidson, who is beside me in the commentary box today. Can I get your take on Haas? There have been some tweaks to the power unit regulations, of course, and I have to say, it doesn't seem so far, at least, that they've been able to keep up. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs, but this is only the first step down a long road of development, and even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Nou, dat momentum moeten wij dus meenemen. Oftewel een podiumplek, of beter gezegd de raceoverwinning. Een eenstopper, medium hard is de strategie. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in China. Ronde nummer 2 van seizoen 6. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van de engineer. Met Jenson Button op pole position. Wij dus naar P2. Liam Lawson P3, Gasly 4, Ocon 5. Dan gaat het helaas een beetje mis. Wielspin te pakken en de auto wel mooi gered. Achterbanden zijn nu wel heel goed opgewarmd volgens mij, jazeker. Dat is goed om te zien. Minder van die spin. Maar goed, we kunnen iedereen gewoon even inhalen. En dan komen wij. Wat is de vraag? Goed of slecht in de gridslot? We komen prima, prima in op onze plek. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aangekomen. En dan gaan we erom beginnen voor aflevering nummer 82 van F1 22. My Team Carré Mode voor de Grote Prijs van China. Ronde nummer 2 van seizoen 6 gaat dus beginnen met Jenson Button op pole position. Wij dus naar P2, Liam Lawson op P3. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs van China. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Beter dan Jenson Button en hebben al de leiding veroverd. Binnen een paar meters tijd. Goed om dat te zien. Jenson Button dus nu op P2. Gasly pakt Liam Lawson voor P3. Ocon P5. Een prima start hier in China. Goed gedaan. En nu is het de rust bewaren. En proberen weg te rijden van Jenson Button. Gat is al 1.1. Ocon en Gasly knokken samen om P4. Einde ronde nummer 1 is het als Button weer naar ons is toegereden. Gat is 15e. We maken daar een klein foutje op de exit. Dat ziet Jenson Button. En wij noteren de snelste raceronde met een 1.39.246. Button kan hier niks. Maar zit wel te kijken. Wij houden de auto mooi breed. Gasly is in positie gezakt ten opzichte van Ocon. P5. Voor de Fransman. Gaan we wat meer overtakenknop gebruiken en wij laten weer paars in sector 1 noteren, jazeker. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als het gat naar Button opgelopen is tot 4,4 seconden, rijden weg van de wereldkampioen. En wij gooien de overtakenknop weer aan en wij laten een 1.36.221 noteren. 1/4 langzamer, maar goed, het is geen probleem. Het gat naar Button moet groter en groter worden.
om hem tijdens de pitstops te kunnen overcutten of te undercutten, wie weet. Gasly nog steeds op P5, Liam Lawson op podiumkoers. Goed gedaan van de jonge Nieuw-Zeelander. Met een klein beetje wijd, maar het is geen probleem. Ronde nummer 14. Als wij naar binnen gaan voor onze laatste geplande pitstop van de dag. Gaan naar de harde band. En moeten hopelijk niet in verkeer terugkomen. Het zou irritant zijn en vervelend als dat zou gaan gebeuren. Button volgt op 11 seconden. En duiken dus naar binnen. Button rijdt een ronde langer door. Ocon duikt naar binnen. Ook Gasly duikt naar binnen. D.3 een prima pitstop en komen mooi terug op een P2. Sorry, op een P3, omdat Lawson nog naar binnen moet. Samen met Jensen Button. Jury Vips rijdt op P4. Moeten nu proberen die harde banden op temperatuur zien te krijgen. En dan is eigenlijk die undercut geslaagd. Want het gat naar Button is 11,9 seconden. Niet groot genoeg voor een veilige pitstop. En ja, dan weet je al dat wij Button gaan inhalen. Ronde nummer 16. En wat zei ik, we hebben Button gewoon gepasseerd tijdens de pitstops. Het gat is 14,2 seconden. En wordt alsmaar groter omdat wij steeds snellere racerondes laten noteren. Een 1.35-1.22 snelste raceronde tot nu toe. Met nog 11 rondes te gaan. Button verbetert zich niet. Gaat naar Leclerc is inmiddels over de 20 seconden. En er zit in ronde nummer 26 van de wedstrijd. Als dat gaat naar Button ruim 28 seconden is. En ik duik naar binnen voor de softband. Ik wil proberen om dat snelste raceronde nog sneller te laten maken. Zodat niemand zich meer kan verbeteren. En dan hebben wij sowieso 26 punten in de tas. Ik verwacht gewoon dat wij voor Jensen Button weer de baan opkomen. We zitten trouwens in de ene laatste ronde van de race. Ronde nummer 27. Prima pitstop. En moeten nu gewoon, de ronde zien af te maken. En dan hebben wij weer een race-overwinning erbij geschreven. Drie ronden lang brandstof in de tank. En dan zitten we inmiddels in de laatste ronde van de race. En dan is dit gewoon een ereronde. En dan kijken of wij dat snelste racerondepunt kunnen gaan verbeteren. En we laten even paars in sector 1 noteren, jazeker. Gat naar Button is 9,4. Naar Lawson is 12,6, naar Ocon 14,5 en naar Leclerc 15,4. Ook nog even sector 2 zometeen paars noteren, dan sector 3 en dan hebben wij de volledige score binnengehaald voor het team. Pakken het eerste 1-2'tje van het seizoen. Button pakt zijn eerste podiumplek van het seizoen. Wij gaan hier dan de eerste race winnen van het seizoen met groen in sector 2. Niet echt de bedoeling, maar goed, dat geeft niks. Dan volgt hier dat lange rechte stuk. Met overtake aanzetten. En ja, dan hebben wij hem eigenlijk al lang binnen. Zometeen de laatste bocht en dan zit deze grote prijs er alweer op. Wij gaan hier dus weer een race winnen in My Team Karim. We pakken onze eerste overwinning van het seizoen. Button met een 1-2'tje. Goed gedaan, is op naar de volgende wedstrijd. Great drive, we did it! Good job, we did it!
It's a performance to be proud of from our Chinese Grand Prix winners today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. The faces of our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van China. Met ons als resultpunt, goed gedaan. Jensen Button naar P2. De volledige score gepakt als team in deze grote prijs. Liam Lawson op het podium. Ocon 4, Leclerc 5, Gasly 6, Yuri Vips, Latifi, Norris en Drugovic maken de rest compleet van de top 10. Eén uitvaller, Dan Ticktum. Maar goed, dat boeit niemand. Pakken de leiding over van Lando Norris. 16 punten verschil. Button komt ook dichterbij. 22 punten verschil. En wij naar de leiding in het constructeurskampioenschap. Goed gedaan. En dit zien vol te houden tot het einde van het seizoen. Plus 5 voor mij. Plus 2 voor Norris volgens mij. 11 tegenover 9. Dus dat is goed om te zien. Team McLean is nog steeds steady gebleven. Niks veranderd. Dus prima dat dat zo ja, is, zo gaat. Van alle sponsoren de doelen behaald. $2,1 miljoen erbij. Helaas heb ik 5k misgelopen. $95.000 erbij. Goed gedaan. Op de bank in totaal $7,13 miljoen. En zo door blijven sparen totdat we misschien iemand anders kunnen gaan pakken tegen de tweede seizoenshelft. Of dat Button gewoon het hele seizoen afmaakt voor ons. Dat is allemaal even kijken, maar het seizoen is nog lang, nog 14 rondes te gaan. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afsluiten mensen en afronden. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me wat je leuk vond. Dat is nu op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijks F1 22 My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruiksnaam in de beschrijving. @JananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.